Het mooiste van Landert zijn de mensen. Welkom bij een nieuwe beweegles. Goed dat jullie er zijn. We gaan 15 minuten lekker bewegen. We beginnen met stappen op de plaat. Neem de arm goed mee. Neem de knie iets meer omhoog. En stap weer op de plaat. En de knieën weer goed omhoog brengen. We gaan opzij stappen. Hartstikke goed. We stappen nu 2 keer naar de zijkant. En weer terug. Hartstikke goed. Laatste keer. Oké. We gaan even de schouders goed losdraaien. Draai ze mee omhoog. En draai ook even de andere kant op. Hartstikke goed. De polsen gaan we even losdraaien. En we doen het ook even de andere kant op. Zet 1 teen op de grond. Draai de enkel even los. En even met het andere enkel. Hartstikke goed. We stappen weer opzij. Je mag meeklappen. Neem de armen dus goed mee. En we gaan weer dubbel opzij stappen. Dus 1, 2. En weer terug. En de laatste keer. Zet de voeten een beetje uit elkaar. Blijf naar voren kijken. En je draait je romp van links naar rechts. Maak de rug goed los. Hartstikke goed. Kijk naar voren. Kin een beetje in. Draai je hoofd naar rechts. En draai hem naar links. Kijk even omhoog. En kijk even naar beneden. Hartstikke goed. We stappen weer naar de zijkant en we klappen mee. En stap even op de plek. Hartstikke goed. We gaan wat oefeningen voor de rug en voor de benen doen. Pak er een stoel bij voor extra ondersteuning.
Zet de voeten een beetje uit elkaar. We gaan beginnen met roeien. Je neemt je armen mee naar voren en je lichaam ook. En trek ze naar achter. Naar voren. Wanneer je armen naar achter trekt, gaan de schouderbladen naar elkaar toe. En de laatste. Hartstikke goed. Zet de voeten wat verder uit elkaar. De tenen wijzen naar voren. En je zakt naar beneden. Je zakt zo diep als je zelf wilt. Ga door. En de laatste. Wissel even van been. En zak naar beneden. En de laatste. Hartstikke goed. Zet de voeten weer een beetje uit elkaar. Breng de armen weer naar voren. En roeien. Buik naar voren en weer rechtop. En de laatste. Hartstikke goed. Zet weer één voet voor en één achter. En zak weer naar beneden. En de laatste. Een wissel van been. Hartstikke goed. We tikken de voet voor aan. Hartstikke goed. Zet de voet wat uit elkaar en je rijdt met je handen naar je knieën. Hou je heupen recht naar voren. Masupilami, aardig beest, al ben je ver van huis. Zo waar als ik geslapen heet, bij mij voel jij. En de laatste. We tikken dadelijk onze knie schuin aan. Wij zijn twee vrienden, jij en ik. Twee dikke vrienden. Wat we voor kunnen, kunnen we ook achter. Dus we gaan nu de hakken aantikken. En tik weer de knieën aan. Hartstikke goed. We tikken weer de hak vooraan. Zet de voeten weer uit elkaar en tik de knie aan. Het baarsdier van de apen en de grootste, dat ben ik. We gaan weer de hakken aantikken. En we gaan weer door naar de knieën. Tik ze aan.
En weer door naar de hakken. En tik vooraan. Zet de voeten weer uit elkaar en reik naar beneden. Hou nog even vol. En tik nog even de knieën aan. En ga door naar de hakken. Goed gedaan. Pak een stoel bij voor de balansoefeningen die we nu gaan doen. We beginnen met onze rechtervoet naar voren brengen. Gewoon op een rustig tempo. Deze dagen hoor je klagen en wel duizend dingen vragen. Maar doe niet zo zenuwachtig en hou je in. En we wisselen even van been. Breng hem naar voren. Geen fanatisme, al optimisme en die zucht en slaat, die zich geen kwaad. Want ons leven verwaakt en staat aan. Goed, en de laatste. Als volgende zetten we de voeten goed uit elkaar, schouderbreedte, en we zakken naar beneden. En als we omhoog zijn, gaan we naar de tenen. Zak naar beneden. Naar de tenen. Zak naar beneden. En naar de tenen. En de laatste. Naar beneden. En naar de tenen. We gaan weer op één been staan. We gaan nu het been naar de zijkant brengen. Wij marcheren, irailleren, of we zitten te dineren. Als het eventjes kan leiden, dan slaan wij aan het vrijen. Want de laatste, een wissel van been. Bankje en een laantje, samen bij het maantje. De soldaat geeft al nog goed voor. Hij heeft bij zijn vrouw een streep ervoor. Zij weten niet, eentje. Zet de benen weer uit elkaar, voeten naar voren. Hou de rug recht, zak naar beneden en naar de tenen. Naar beneden, op de tenen. Zak zo diep als u zelf wilt. En de laatste. Hartstikke goed. Ga weer op één been staan. Breng ons been nu naar achter en terug. Alle chique, magnifieke, overdreven, excentrieke. Maar zal die het niet doen laten. Dat hadden soldaten van het ronde, oergezonde. En toch recht en onomwonden. En wissel van been. Is het militaire die zit boven. Vind je in de keuken. In de hart en bonen weer terug. Zeg wat je eet, mijn beste vriend. Nog één. En ik zeg weer wat. En zet de voeten weer uit elkaar. Zak naar beneden. En naar de tenen. Is het soldaten die neemt. Rat, rug en bonen. Doe dan je moutje maar mee. Vreed Jezus leven. En de laatste. We gaan beginnen met de cooling down.
Zet één voet naar voren en eentje achter. Het voorste been is krom. De tenen wijzen naar voren. Je kunt de rek voelen op de kuitspier. Je kunt ook nog een beetje naar voren hangen. Zegt u waarschijnlijk niets, maar dat is waar ik geboren ben. We wisselen even van been. Dit dan, ik weet nog hoe het was. Voorste been krom, achterste been rechts. En leun een beetje naar voren. Tot de keien. Het raadhuis met een pomper voor en zandweg tussen koren door. Ja. Even weer rechtop staan. We draaien de schouders even rond. Tot op een rustig tempo. Draai even de andere kant op. Ik was een kind en wist niet beter. Vouw de handen even in elkaar en draai de pols rustig rond. Wat leefde ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen. En draai de andere kant. Zet je teen op de grond en draai weer even de enkel los. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisie quiz. Wissel even van been. Met flink veel glas dan kun je zien hoe op het bankstel staat bij Mien. En de dressoir met plastic rozen. We pakken één arm, we leggen onze hand op onze bovenrug of in de nek. Dan kunt u de rek voelen aan de bovenarm. Als u het niet voelt, dan kunt u proberen om de elleboog nog even verder te trekken. En wissel even van arm. De andere hand boven op de rug. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar. Hartstikke goed. Zet de benen iets verder uit elkaar. Kijk naar voren en we draaien met onze rond. Doen we op een langzaam tempo. Ik heb hun vaders nog gekend. Ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij. Dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. We kruisen de voeten. Als dat lukt. Eén arm brengen we boven ons hoofd. Dan voelt u de rek aan de zijkant van de romp. De hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind. Dat is niet goed, kom even terug. Dit doen we ook aan de andere kant. Dus we kruisen de benen de andere kant op. En leun naar de zijkant. Goed gedaan allemaal. Dankjewel voor het meedoen.